voor nu wil ik dus even beginnen met de akkoorden. En ik denk dat veel van jullie wel al wat basisakkoorden kennen. Maar het is toch goed om ze allemaal even weer één voor één langs te gaan. Ik ga ze gewoon even allemaal met je doornemen. Alle open akkoorden gaan we even één keertje spelen. En dan ga ik de Barré-akkoorden ook even benoemen. Gaan we niet heel lang stil bij staan, want dat kan nog wel eens lastig zijn en dat maakt voor nu ook niet uit. Maar ik wil wel even alle akkoorden benoemd hebben, zodat je weet welke er allemaal zijn. En we hebben in dit geval A tot en met G. Dus A, B, C, D, E, F en G. En dan hebben we van al die akkoorden hebben we een major en een minor variant. En wat betekent dat nou, major en minor? Major zijn de vrolijk klinkende akkoorden, simpel gezegd. Zijn de meer verdrietig klinkende akkoorden. En ik speel het nu iets wat overdreven. Het is niet zo ontzettend zwart-wit altijd, maar major zijn over het algemeen de vrolijk klinkende akkoorden en minor de verdrietig klinkende akkoorden. Dus ik hoop dat je even dat meeneemt terwijl we door die akkoorden heen lopen en even probeert dat verschil daartussen ook een beetje te horen. En wat we gewoon gaan doen, we gaan even gewoon alfabetisch alle letters af en dan kijken we er gewoon even naar welke akkoorden daarin zitten. De A major beginnen we met. Ik zal even inzoomen op mijn hand. Ik hoop dat die goed gefocust blijft. Soms wil die autofocus nog een beetje raar doen. De A speel je, tenminste ik speel het altijd, kan soms verschillen hoor. Als je dit met deze drie vingers hebt aangeleerd, is dat in principe ook prima. Ik vind het fijn om op deze manier te spelen. Middelvinger op het tweede vakje van D, ringvinger op het tweede vakje van G en pink op het tweede vakje van B. Dus alles op het tweede vakje op de D, G en B snaar. En dan speel je vanaf de A snaar tot en met de hoge E snaar alles naar beneden. Dat is een A majeur. Dus de vrolijke variant van A. Nou, als je A mineur al kent, speel hem dan maar alvast. Voor de mensen die het niet weten. Wat ik ga doen, is ik ga mijn wijsvinger neerzetten op de B-snaar op het eerste vakje. Dus ik ga die pink optillen. En dan mijn wijsvinger daar op de B-snaar neerzetten. Dat is de A minor. Dan gaan we de B even overslaan. Dat zijn de Barré akkoorden. B minor, B major. Die gaan we even bewaren tot het einde. Misschien dat we daar nog aan toe gaan komen. De C. De C hebben we ook vaak gedaan. De C is met de wijsvinger op de B snaar, waar die net ook stond bij de A minor op het eerste vakje. En dan met de middelvinger op het tweede vakje van de D-snaar. Met de ringvinger op het derde vakje van de A-snaar. En daarbij demp je de lage E-snaar. Daar heb ik ook al wat video's over gedaan. Check die even op het YouTube-kanaal. Dit is het C-akkoord. C-mineur is weer een Barré-akkoord. Je kan dit ook even opschrijven voor jezelf, dat je zeker weet dat je alle akkoorden in ieder geval meeneemt. Dit zijn alle basisakkoorden die ik nu op ga noemen. A, A major, C, dat zijn de eerste drie. Dan gaan we door naar de D-familie en dan heb je de D major en de D minor. Ik hoop dat jullie ook even stilstaan bij dat verschil. Dit is vrolijk. Alsof het allemaal goed komt en dit is wat verdrietiger. Mm-hmm.
het verschil horen. De D, de vrouwelijke variant, de majeur. Dus met de wijsvinger op de G-snaar op het tweede vakje. Met de ringvinger op het derde vakje van de B-snaar. En met de middelvinger op het tweede vakje van de hoge E-snaar. Dat is de D-majeur. De D-minor schuif je je wijsvinger naar het eerste vakje van de E-snaar. Je ringvinger blijft staan. En je middelvinger gaat naar het tweede vakje van de G-snaar. Dus D-majeur, D-minor. Nou, wat is de volgende? E. En weer majeur en minor. Majeur en minor. Heel makkelijk verschil. Heel makkelijk na elkaar te spelen. Als je begint op E majeur, middelvinger op de A-snaar. Op het tweede vakje. Ringvinger op het tweede vakje van de D-snaar. Wijsvinger op het eerste vakje van de G-snaar. En dan alles. Alles als de snaar. Dit is de vrolijke versie. Dit is de majeur versie. En dan hebben we ook nog een minor versie. En dan til je eigenlijk alleen gewoon je wijsvinger op. Dan heb je een open G-snaar. En dat is een E-akkoord. Dus dan hebben we tot nu toe gehad de A, de A mineur, de C, de D mineur, de E en de E mineur. En dan hebben we eigenlijk, ja, de F zouden we nog tot de open akkoorden kunnen rekenen. Het is eigenlijk een F majeur 7. We gaan het toch er even bij pakken. De F is met de wijsvinger op het eerste vakje van de B-snaar, met je middelvinger op het tweede vakje van de G-snaar en met je ringvinger op het derde vakje van de D-snaar. Goed als je deze al kent. Als je hem nog niet kent, neem hem even mee. En dan hebben we eigenlijk alleen nog de G over. Want de F en de F-mineur, die zijn allebei behoorlijk barré. Dus die ga ik even bewaren. Dan de G. Ik zie dat mijn camera een beetje gek doet. Even kijken. Het gebeurt nu iets uitzoomen. De G. Ja, dat is beter. De G. Wijsvinger op het tweede vakje van de A-snaar. Middelvinger op het derde vakje van de dikke E-snaar. En dan ring en pink op de B en E van de hoge B en E snaar. Dit is een G-akkoord. Ik heb ook wel G-akkoorden gezien. Die zo uitzien met alleen de ringvinger hier op de hoge E snaar. Dat kan ook. En dit zijn dan alle eigenlijk beginnerakkoorden, alle open akkoorden. Pauline vraagt, waarom heette dit open akkoorden? Dat is een hele goede vraag. Het heette eigenlijk open akkoorden omdat ze heel erg leunen op de open snaren die erin zitten. Veel van deze akkoorden hebben ook een open snaar als laagste noot. Bijvoorbeeld de E en de A en de D. Het zijn eigenlijk akkoorden met veel open snaren erin. De barré-akkoorden hebben eigenlijk geen open snaren erin. Als ik hier een G als een barré-akkoord pak, zitten daar geen open snaren meer. Dan kan ik eigenlijk alles vanaf hier met mijn vingers indruk. En deze open akkoorden, je kan natuurlijk nog steeds een akkoord maken hoger op de hals met een open snaar. En dat maakt het dan niet per se een open akkoord als er één open snaar in zit.
Maar het zijn vaak de akkoorden hier onderin, de beginnerakkoorden, met veel open snaren. Bijvoorbeeld de G heeft twee open snaren in het midden. De C heeft ook twee open snaren. De A minor heeft twee open snaren. De A heeft twee open snaren. Het zijn vaak de akkoorden die heftig leunen op de open snaren voor de tonaliteit van het akkoord. En daarom noemen we het open akkoorden. Het is eigenlijk zo simpel. Er zit gewoon veel open snaren in. Dat is het simpele antwoord. Dus, even samenvattend, alle akkoorden. We hebben dus de major en de minor akkoorden. En alle beginner / open / kampvuur akkoorden zijn de akkoorden die we net behandeld hebben. En dat zijn alle akkoorden die in het begin heel goed zijn om te kunnen. En wil je dit nou net nog een stapje verder nemen, dan zou ik zeggen, ga even kijken naar de barré akkoorden. Want dat is eigenlijk de volgende stap vanaf hier. Als je al deze akkoorden net helemaal perfect mee kon spelen, dan is het tijd om goed naar barré akkoorden te gaan kijken. Mocht je alle barré akkoorden al goed mee kunnen spelen, dan ben je echt aardig op weg. En dan zou ik zeggen, ga kijken of je daar nog leuke variaties op kan maken. Door de C op een andere manier te spelen. Of open snaren aan barré akkoorden toevoegen of pakjes verschuiven. Enzovoort. Er is genoeg te halen in akkoorden nog. Maar dus ik denk eigenlijk dat de meeste van jullie in dat stadium zijn dat ze de meeste van deze akkoorden wel aardig mee kunnen spelen. Maar dat het bij de barré akkoorden vooral moeilijk wordt. Dus daar ga ik ook zeker nog naar kijken. En ik heb daar ook al veel over gedaan. Dus kijk ook even op het YouTube kanaal. Kijk ook op de site. Daar staat ook enorm veel nog over barré akkoorden. Dus hou dat even in je achterhoofd als je daar meer over wil weten.